Ja, op Instagram wel. Wacht Instagram even. Wel? Facebook? Hoi! Facebook al? Doe nog even? Ja. Tijd. Nu wel. Weer live? Ja. Zijn we live? Zijn we weer? We zijn er weer. Zijn we weer. Lang niet gezien. We hebben even gedoucht. We hebben even gedoucht. Tukje gedaan, power nap. Nee, we moesten even les voorbereiden. Nee, natuurlijk niet hadden we al gedaan. We moesten even chillen. Hé, hey, we gaan weer met de hit. Iets later dan normaal gesproken. We wachten nog heel eventjes. Misschien dat mensen ook iets langer pauze hebben genomen net als ons. We hebben ook nog naar het slechte nieuws geluisterd dat voorlopig nog niet open gaan. Dus balen. We hebben even geheld. Ongeveer maar een paar minuutjes was het. Even een potje gejankt. Ja, ja, lekker. Maar het is weer goed hersteld. Gewoon nu gewoon lekker lesgeven. Ja. Leuk. Niet anders. Hey, wat heb je nodig? Kom maar. Matje. En wij nemen lekker een stang. Die luxe hebben wij. Die luxe hebben wij. Jullie niet. Sommigen wel. Sommigen wel. Pak dan een rugtas. Er wordt wat gewicht in. Iets wat je gewoon. Waarmee je een bicep curl kan doen. Dus echt een handsvat moet je hebben. En we gaan een bento voor rood dadelijk ermee doen. Dus ja. Kies iets waar je dat mee kan doen. Dan wachten we nog even op jullie. Luc gaat lekker de muziek aanzetten. Nou, dan gaan we dadelijk zoals altijd. De hittraining, we gaan de 7 oefeningen in totaal doen dadelijk. Gaan we 40 seconden werken. En daarbij hebben we 15 seconden rust tussendoor. Dan gaan we weer 3 rondes zoals doen, Luc. Ja, hè? Ja. 3 rondes gaan we daarvan doen. Nou, we gaan dadelijk eerst gewoon even rustig de oefening uitleggen. We gaan daarna een korte warming-up doen en dan gaan we gewoon meteen aan de slag. Eigenlijk zoals we iedere woensdagavond doen. En gaan doen. We wachten nog even op Luc. En dan gaan we beginnen met de jumping jacks. Eerst uitleg oefeningen. Ja. Oh ja, wacht, ik ga deze oefening uitleggen. Ja. Daar ben ik nu. Laten we maar beginnen met de eerste oefening. Ga ik even uitleggen. Mountain climbers, crossover. Nou, we gaan gewoon in de high plank positie staan. Armen komen op de schouders. Moet je ongeveer schouder breed. En opdat die rug goed recht is. En dan in die bekken inkomen van mijn recht terug. En dan gaan we hem. Kruis links. Intrappen. Knieën komen. Kruis links in. Let ook op dat je buikspieren komt. Aangespannen uit. En dan gaan we echt niet lang. 20 seconden aan de rug. Nummer 2. Zeker. Nummer 2. Squat. Too high plank. Ik moet je gewoon precies doen wat ik zeg. Je maakt een squat. Zet je handen op de grond. Ga je uitlopen naar voren. Zodat je in een high plank staat. Loop je weer terug. Dan wacht je laag. Om je echt te zien omhoog. Gelijk weer omlaag. Want je moet weer uitlopen. En je komt weer terug. Op. Laag. En weer uitlopen. Bent over ook. Pakken. Of mooi, je mooie rugzak. We hebben lekker het stangetje. Recht staan, handen net iets buiten de heup pakken. Binnen komen naar achteren, dus dan in een bent over positie gaan staan. Knieën liggen bogen. Probeer dan recht naar beneden te blijven kijken, armen staan volledig strek. En gaan we hem eigenlijk richting de navel trekken en weer volledig doorstrekken. 1, terug, 2, terug. Maar door voren. Rot in de mij. Dan gaan we door naar de biceps skill. Yes, we hebben een stukje rug, dus rug, daarna biceps, horen bij elkaar. Daarna hebben we borst en triceps, die horen ook weer bij elkaar. Ja. Biceps nog naar achteraan. Rustig omhoog, rustig terug. Ja, dat is natuurlijk ook wat sneller, maar ga dan niet zitten swingen vanuit die heup. Dan stabiel staan, breed, borst gaat naar voren, schouders gaan naar achteren, de spanning tussen de schouderbladen. Omhoog en terug. Omhoog en terug. Is? Knijpen en hou contact met de pinken. Draai je armen in, knijp je de pinken. Haal hem omhoog en weer terug. Dan gaan we naar de push-up. Breed push-up. We hebben smal, neutraal en breed. Ja, als je een matje hebt, heb je een voordeel. Dan kan je hem smal doen. Dan kan je hem twee keer op het matje doen en de derde is buiten. Smal. Zijn de duimen als je die uitstrekt onder nabij 5 tot 10 centimeter uit elkaar. Smalle push-up en omhoog. Je mag op je knieën natuurlijk. Ga je iets breder. Je bent nog op het matje. Neutraal. Naast het matje. Dan ga je weer naar smal. Ja, yes, steeds op en op. Smal, iets breder, breed. Smal, neutraal, breed. Op en op. Hebben we die push-up gedaan, gaan we meteen lekker door naar de triceps. Gaan we op de knieën, we gaan hem op bodyweight doen.
schouders al een beetje net iets verder. En we gaan hem eigenlijk in laten vallen. Die neus komt helemaal naar het matje toe. En van de taal gaan we de armen doorstrekken. Mocht het nou te zwaar zijn, maak je de beweging gewoon iets korter. Dus ga niet helemaal met je neus naar het matje toe. Maar ga hem net iets minder doorstrekken. Dus dan hou je hem. Yes. En het belangrijkste stuk hierin is dat de ellebogen naar achter gaan. Dus Kevin zakt in en zijn ellebogen wijzen naar zijn voeten. Ja, gaan ze naar de zijkant, die schouders niet zo lekker. Ellebogen tegen je lichaam aan, ze moeten langs je lichaam. Niet naar buiten. Juist, laat je helemaal erin vallen. Het lijkt op een push-up, alleen op deze manier, als je helemaal naar achter laat vallen, omhoog, dan iets meer de triceps. Dan hebben we daarna, de halve burpee. Halve burpee, we doen de sprong niet. Ja, dus wat je doet, gaat bij je matje staan, zak omlaag, spring naar achter, spring omhoog. Alsof je de bal moet tegenhouden, een soort keeper, gelijk terug. Even vast. En even vast. Het kan natuurlijk ook zijn dat je echt wel in stap, terug en ik sta weer. Ja, eigen tempo, eigen intensiteit bepaal je. Maar we doen een halve burpee op het einde. 50 seconden werken, 50 seconden rust. Die rond is dadelijk. We gaan gewoon lekker meteen beginnen met de warming-up. Warming-up, jumping jacks, quads, push-ups en een paar crunches. Zeker. Plus minus zijn er 2,5 minuten, 3 minuten aan het werk. Gelijk erachteraan gaan we eigenlijk wel starten. Ja. Oké, beginnen met de jumping jacks. Gaan we als volgt. We gaan. Warmen wij benen uit. En weer terugkomen. Tik, 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 tik. Lekker op een hoog tempo beginnen met een minuutje lang. 3, 2, 1, yes, gaan we! Yes! Op de bord. Heel goed, ik heb deze weer niet mee. Ik heb een oude opa knie. Je mag niet de laatste minuut. Zie je waar je gezicht hoor. Dus Luc gaat ook dubbel zo hard doen. Dus gaan we op de muziek is hard. Lekker op de beat. Als je thuis de muziek hebt, ook prima. Maar onze muziek is nog beter. Jij hebt nog een thuis, hè Luc? Zeker! Halve minuut! Halve minuut, kijk, lekker hoor. Ik heb maar met 30 seconden squatten. Doe we lekker rustig aan. Ik wil even met je voorvoetjes, hier komt niet op de grond. Je ziet ook, dit blijft lekker op je voorvoetjes. Zo, dan leg ik twee langs twee. Heel goed. Allemaal naar elkaar, gaan we weer terug. 15 seconden! Kom aan jongens, nou hou op! Hierna gaan we door met een squat. Lekker die beentjes opwarmen. 3, 2, 1. Oké, we staan. En zo kunnen we het omlaag. We gaan naar achter. En ook. We willen achterstand naar bovenin. Doen we 30 seconden. Seconden. Hou voor je rust.
mountain climber. 20 seconden rust, we gaan gelijk starten. 3, 2, 1. Heel goed. Laat je gaten klaarstaan, neem even een klokje. Bovenplank. Armen licht boven, niet helemaal slot. Aan de crossover. Links, rechts, mountain climber. Starten we, eerste setje. Zijn spiegel aan de span houden. En schuin nu draaien. Kom maar jongens, kom maar, kom maar, kom maar. Hou een lekker tempo aan.
mocht het natuurlijk niet gaan, gaan we op je knieën. Je knieën op de grond, hebben we daar de push-up aan. Laatste 5 seconden. 4, 3, 2, 1. Oké. Dan met de triceps. Op de knieën natuurlijk, tegen de kant van de grond. Wat we anders gaan doen is inderdaad door de onderarm heen vallen. Je mag met hem aanraken en met elkaar weer vlees doorstrekken. En go! 40 seconden. 2 seconden zakken. 2 seconden omhoog. Zelf niet moeilijk kaart in de weer te gaan. 2 rondes te gaan. Awesome. Bent over row.
seconden, dan gaan we weer. Ver naar voren buigen, nou niet mogelijk is, blijf toch wat rechter staan. Ja, als hij al in de onderrug buigen, maar zo, zo. Blijf wat rechter staan. Dan trek je nog op naar je navel, dus die schouderbladen maar. Maak het toch aan dat je daarin knijpt. 5 seconden gaan we weer, Luc. 3, 2, 1, let go. 40 seconden. Maak ze lang, hè. Laat die schouderkoppen mee naar beneden vallen, achter die tassen stang aan. En schouderbladen naar elkaar toe. Met je schouders naar je oren, maar naar achteren. Draai je die achterkant. Woe, woe. Come on, come on. En erbij, erbij na 10 seconden. Op, op, op. Heel goed. 5 seconden. 3, 2. Hey, was het? Goed, fijn. Armen los. Armen los. Oké, okay, jongens. 5, 4, 3, 2, 1. Kom maar weer. Kom maar, jongens. Omhoog. En weer terug. Let op dat die ellebogen niet goed gaan meezwaaien, zodat die bovenhanger meekomt. Nou, dan moet je je schouder laten goed achterhouden. Dat die borst een beetje vooruit komt. En hou die spanning vast. Kom maar, jongens. Hoog uit en weer terug. 20 seconden zijn we gepasseerd. Even de pinken. Kom maar. Goed samen knijpen de biceps. We hebben nog 10 seconden. Hoog uit en weer terug. En daar gaan we nog met een push-up. 3, 2, 1. Oké. Meteen naar je matje toe, gaan we door met de push-up en die deden we smal, neutraal, breed. We zijn even klaar voor Luc. In 5, 4, 3, 2, 1, start hem aan. Oh, yes. Kom maar jongens. Mag die echt houden, smal, neutraal, rustig inzakken. Helemaal doorstrekken, dat is belangrijk. Geen halve push-up, komt hij niet meer gaan. Vanuit de knieën werken. Kom maar jongens, 20 seconden passeert. Hou vol. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Nu, 10 seconden nog. Dan kan hij nog makkelijk een keertje in. 5 seconden nog. Yes, en nog eens vallen. Oh, ah, ja, jammer. Ja, we zijn er nu, we zijn er nu. Die triceps weer recht op de knieën. Kijk, die triceps zit al een beetje mee gebruikt. Dan gaan we zo helemaal slopen. We hebben nog 5 seconden. Luc heeft hem. 3. En starten! Klaar! 2 oefeningen. 42 seconden. Binnen een anderhalve minuut. Boven die stoppen desnoods, met armen gestrekt, zijn ze aangespannen. En nu nog gaat, kom op, 5 seconden. 3, 2, 1. Heel goed. Laatste. Halve burpee. Vijf, vier, drie, twee, één. En start hem aan. Half puppy, we hebben terug. Half puppy, we hebben terug. En yes. Hou het tempo voor Luca. Kom aan jongens. Kom aan. Wow, we hebben terug. Yes. We zijn over de helft nu, we zijn over de helft. Kom op, kom op. Zijn we 40 seconden, dan kan je nog tempo houden. Hierna heb je even een minuutje rust. Kom aan, kom aan, kom aan. Kom nog! Hou vol! 3, 2, 1, oké! Minuutje rust, 9 uur wat!
met lekker die mountainclimbers, los open, schuin in draaien. Nu gaat het even zitten, snap ik wel. Al de beurt zakken erin. Uit alle zware oefeningen, die lekker staan. Hey, we hebben nog 20 seconden. Even een beetje hier naartoe liggen. Extra goed laten zien. Hey, 10 seconden nog. Gaan we klaar voor in positie. Luc heeft hem. 5, 4, 3, 2, 1, go! Deze. Laatste stukje. Laatste leukje weten het zwaarst. Houd vol. Kom aan. Niet stoppen. 10 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Heel goed. 5 seconden doorwisselen. Dat zou leuk zijn. Kom aan, Luc, kom aan.
Nieuwe week, nieuwe kansen. Pak hem.